Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilayla Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Ja, we zijn beland bij deel 7. We gaan weer verder met de geheime magische betekenis achter woorden. Nou, we zijn beland bij de 12 stammen van Israël. Wie waren nou deze 12 stammen van Israël? Ik heb in mijn vorige video's, wel wat langer geleden, van vorig jaar maart, heb ik wat meer verteld over de 12 stammen van Israël. Maar ik wil nu wat meer in detail ingaan, want hier wil ik ook graag wat stambomen laten zien. Dus hoe dat eigenlijk allemaal is ontstaan en waarom wij in deze shit dus zitten. Hè? Dus ik heb al in de voorgaande video's nu, hè, in de afgelopen delen, heb ik jullie nu al het een en ander verteld over het Canaanitische volk en het Canaanitische rijk. Dat is eigenlijk het rijk wat dus nu Israël is. Dat was eerst Canaan. En ja, van wie dat dan ook weer was, de afstammeling van Cham, hè, of Ham, zoon van Ham heette Canaan. Ja, of dat Canaanitische Rijk er al was en dat het vernoemd is naar Kaïn, hè, dus diegene die de broer van Abel en de zonen van Adam en Eva, dat Kaïn Abel heeft vermoord en dat die het Canaanse Rijk heeft opgezet. Waarvan ik wel zeker weet, denk dat het daarmee te maken heeft. Maar later is dus de zoon van Ham naar Canaan genoemd. Kaïn, weet ik wel hoe je het ook mag uitspreken. Maar dat is later Canaan geworden. Nou, Abraham, zoals je hier ziet, heb je hier de stamboom van Noach. En dat was Sem, Ham en Jafet. Nou, Sem kreeg een zoon die Abraham heette. Die eigenlijk Abram. En Abram betekent eigenlijk ook de vader, hè, de God. Eigenlijk, hè? De vader noemen ze ook wel eens Abram. Of volgens mij heb je dat ook in het Hindoeïsme. Brahman. Abraham, Brahman. Wat ook God betekent. Nou, Abraham is later gekomen eigenlijk. Dat ze het Abraham noemden. En Abraham, die was 103 dat hij zijn eerste zoon kreeg. Wat ze zeggen, wat een officiële zoon is. Vanuit het huwelijk met zijn vrouw Sarah. Wat eigenlijk Sarai, geloof ik, heet. Of Saira of zoiets achtigs. Maar in ieder geval later werd het Sarah genoemd. Dus daar komt ook weer onze feestvieringen vandaan. Onze verjaardagsviering als je 50 wordt. Abraham of Sarah. Gaat eigenlijk helemaal nergens over. Want Abraham die was geloof ik 300 geworden of zoiets. Hij kreeg zijn eerste zoon op 103-jarige leeftijd. En wat gebeurde er nou? Hij had ook slavinnen, volgens mij 4 verschillende slavinnen of zo, waar hij ook kinderen mee verwekt heeft. Maar die worden dan niet genoemd in de Bijbel, want, of in de oude geschriften, want ja, dat waren natuurlijk geen, dat waren buitenechtelijke kinderen. Dus ergens werd er gezegd dat zij geen kinderen kon krijgen, Sarah, maar God beloofde, hè, er werd gezegd dat God hem beloofde dat hij een groot talrijk volk zou gaan krijgen. Nou, misschien is dat wel het volk wat hij voorzag, dat er nog meer misleidingen werden gebracht. Of het was wel een goed mens, ik weet het niet. Maar ja, ze brachten ook wel verdervelingen voort. En ik denk als je toch echt de inzicht en wijsheid meegeeft aan je kinderen, dat het niet meer tot verval kan komen. Maar door laksheid daarin en ja, door je te laten misleiden, omdat je nog steeds die vrije wil hebt, gebeuren er rare dingen. In ieder geval Abraham, die zei, als God zei dat hij zijn eerste kind moest gaan offeren aan, ja, waarschijnlijk Baal, hè, aan God. En wat hij dus God noemde, of hoe dat ook in die Bijbel is geschreven, of dat waar is, of dat ze daar inderdaad lekker Baal van hebben gemaakt, zodat mensen meer Baal-worshipping gaan doen. Maar in ieder geval moest hij dus zijn eerste kind aan Baal geven. Nou, hij had meerdere kinderen, wat ik al net zeg, hier zie je dat ook. Abraham had ook Ismaël, Isaac en nog andere kinderen die niet vernoemd zijn. Zijn eerste kind Isaac werd geboren. En Isaac die moest hij offeren dus aan God op een hoge berg in het offervuur. Nou, dat kan alleen maar in de hoge berg, de tempel van Baal, zijn geweest. Nou, in ieder geval, dus hij ging naar die tempel, zoals we het vertellen. En hij nam zijn kind mee, want hij was zo trouw aan God. En dat hij wel zijn kind wilde offeren aan God. Nou,
toen wilde hij net het kind gaan offeren en toen kwam er een engel, zoals ze het zeggen. En die engel zei, nou, jij hebt zo goed je trouw bewezen aan God, dat jij je kind niet hoeft te offeren, je mag hem besparen. Nou, hij natuurlijk blij, oh, gelukkig, dan komt dan toch nog dat grote volk wat ik me wens. Nou, in ieder geval, hieraan zie je dus, ik heb jullie net in de voorgaande video's verteld wie Moloch was en wie, hè, dus die Moloch Baal was. En de satanisme Nimrod, het is allemaal één pot nat eigenlijk. Nimrod is dus ook weer een kleinkind van Ham. Nou, dat is allemaal in dezelfde lijn. En Nimrod was ook de gewelddadigen, noemen ze dat. En die gewelddadigen, dat waren reuzen. Nou ja, we kunnen natuurlijk ook ons lichaam groter maken, langer maken. Want wij zijn de macht daarover. Nou, het kan zijn omdat ze nog wat dichter bij, ja, bij de kennis van het goddelijke in de buurt waren, hè? Dus de halfgoden waren het eigenlijk nog een beetje, ja, ik denk wel de halfgoden, gevallen engelen, een paar procent halfgod misschien, maar in ieder geval, dat waren dan de reuzen. En we hebben natuurlijk heel veel in onze geschiedenis dat gewoon en verwijderd is, en daar ga ik jullie ook nog een heel verhaal over vertellen en alles laten zien eigenlijk, of een presentatie daarover geven, het Tartaria-rijk, dat ook nog allemaal geleefd heeft. Dus de reuzen, de titanen, of hoe ze het ook mogen noemen, de grotere mensen. En Nimrod was zo iemand, de gewelddadige noemden ze dat. Nou, een gewelddadige klinkt eigenlijk van, nou, de positieve, maar nee. Gewelddadig betekent dat er geweld in het woord zit. Dus dat was iemand die heel gewelddadig was. En niet geweldig. Gewelddadig. En daar komt het woord eigenlijk vandaan. Dus dat is zo interessant van woordenetymologie, dat je geweldig, gewelddadig uit voortkomt. En die vermoorde alles wat hij maar kon vermoorden. Dat was Nimrod. En daar is dus later onze Santa Claus naar vernoemd. Saint Nick. En dat ga ik jullie in volgende video's allemaal nog vertellen. Wat dus het verhaal van de kerstmis is. Nou, in ieder geval. Isaac hoefde hij dus niet te vermoorden. En in ieder geval te offeren. Nou, en dat zie je ook weer die verleidingen die ze dan hier zo mooi maken. Dat je dus zo trouw moet blijven aan de God. Want als je zelfs je kind kan offeren, ben je wel echt heel gelovig. Nou, jongens, dat is dus een hele vals beeld. Een heel verkeerd beeld. Geen enkele liefhebbende God zal willen dat jij je kind offert aan God. Want dan ben je geen liefhebbende God. Jij brengt leven aan een kind en je wilt dat het geofferd wordt. Geloof je het zelf? Of serieus? Het licht brengt leven aan alles wat bestaat. Het is alles. Je kan alles zien. Alles wat je kan zien bestaat. En dat is God. Ja? En alles zit vol met licht. Zoals ik jullie eerder verteld heb. Dus ik ga het jullie blijven halen. Zodat jullie het gaan beseffen dat iedereen God is. Dat alles wat bestaat, alles wat je ziet, God is. En dat je het kan zien. Ja? En dat het niet een afgod moet zijn, zodat je hem kan zien zoals deze Baal of Moloch of Satan of Duivel of Santa Claus. Iets is waar je zo graag moet voor offeren en aanbidden. Dus die Isaac die bracht dan weer kinderen voort en, van Abraham. En die heette Jacob. En Jacob die had 4 slavinnen. En daar heeft hij dus de 12 stammen van Israël uit voortgesproten, zeg maar. Nou, Israël. Nou, Israël, Aria, wat het kristallen of zuivere ras betekende. En ras, zoals ik al zeg, betekent lichtbundel. Ja? Dus rassen zijn lichtbundels. En het is niet een ras van verschillende individuen. Natuurlijk zijn we verschillende individuen, maar we zijn niet apart van elkaar. Alles is een lichtbundel. Iedereen, dus een ras betekent lichtbundel. Ras betekent lichtstraal of straal. Ra, El, zuiver lichtras. Ra-El, Ra betekent de zon. Ja? Daarom hebben ze ook wel eens de zonnegod Ra. En El betekent God. Dus Ra betekent licht. Ja, de zon, licht. Ja, dus het licht. Ra betekent licht. En daarom beelden ze Ra ook wel eens af als de zonnegod. Ja? Die het licht moet vertegenwoordigen, die het moet voorstellen. Maar het is eigenlijk gewoon straal, dus licht. Dus Ra-El betekent het licht van God. Ja? Het goddelijke licht. Dus het Israël betekent zuiver lichtras. Lichtbundel. Is het symbool van een eenvoudig wijs koningschap en een dito-cultuur. Uit dit ras kwam de Bijbel voort en tot dit ras werden de hoogste leringen uit de Bijbel gericht.
Maar dat betekent niet dat het volk van Israël ook het, ja, het lichtras is. Het woord Israël betekent het wortelras. Ja? En het wortelras is dus de mensen van die eigenlijk al geleefd hadden, ja, dus die goddelijkheid hebben behouden, voor het hele geval van de val van de engelen, dus het Adam en Eva verhaal, daarvoor was er dus een wortelras. En dat wortelras, ja, wat wij allemaal zijn, dat vertegenwoordigt het licht. En Israël moet het licht vertegenwoordigen wat in ieder van ons zit. Maar dat hebben ze natuurlijk helemaal misbruikt en ze hebben het gezien als land. En dat land is het beloofde land en daar gaat het gebeuren. En dat is het dus niet. Het is het woord. Het vertegenwoordigt het licht van God. Het licht van God. En die mensen, die zijn dat helemaal, ja, dat is helemaal gaan verbasten. Dat is natuurlijk ook helemaal gaan vermengen met het Kanaïtische. En hè, Abraham had natuurlijk een idee. Misschien dacht hij bij zichzelf wel van, nou weet je, dat offeren, misschien is hij tot bezinnen gekomen, ik lijk wel gek. Misschien kreeg hij wel inzicht van, hè, zijn innerlijke stem, zijn intuïtie, die zei van, nou, dit klopt niet, er klopt iets hier niet. En is hij toen wel anders gaan denken en heeft hij zijn nakomelingen misschien wel de goddelijkheid meegegeven. Maar Israël, het woord is later gekomen. En het was dus eerst het Kanaïtische Rijk. Het woord Israël vertegenwoordigt het eerste ras dat de wereld ooit bewoonde. Wat de wereld ooit bewoonde. En dat is niet dus het land wat ik nu zei, Israël. Het oorspronkelijke ras of wortelras waaruit alle rassen zijn voortgekomen. Waaruit alle lichtbundels zijn voortgekomen. Want we hebben het over rassen. Uit dit ras ontstond het Arische ras. Het grootste deel van de verdraaiingen en ondermijningen in de Bijbel zijn in de tweede eeuw na Christus tot stand gekomen. En dan vooral tegen de boeken Daniel, Ezra en Nehemia. Het Arische ras heeft de waarheden bewaard die rechtstreeks uit het ras waren voortgekomen. En daarom kunnen deze onwaarheden, vervalsingen opgespoord worden. Dus het Arische ras is het zuivere ras en dat is niet het witte ras, zoals de kleur huid, dat alleen de witte mensen de voorsprong hebben of de uitverkorenen zijn. En net zoals ze nu zeggen, de Israëlieten voelen zich de uitverkorenen. Dat is dus niet waar. Kijk, nogmaals, ik voel me bijna ook de uitverkorenen, dat ik hier de enige ben, althans de enige, met velen van jullie die hier ook naar mij kijken, die lijkt wel wakker. Ja, die wakker lijkt te zijn. Dat je echt denkt van, wat is dit hier voor mafklapperij? Dus ik snap heus wel dat je een soort van uitverkorene kan voelen. Maar iedereen is God. En daar mogen we niet van afwijken dat we allemaal lichtbundels zijn. En het Arische ras is dus het zuivere, kristallen ras. Die gewoon zijn godheid, zijn goddelijkheid heeft bewaard. En niet meegaat in deze mafklapperij, ja, van deze Baal worshipping, waar we hier allemaal in rituelen aan meedoen zonder dat we het doorhebben. En waar we dus helemaal de betekenissen niet meer van hebben ondervonden of hebben onderzocht. Het is echt gewoon te bizar voor woorden. Maar Abraham, daar gaan we eventjes in verder. Dus Israël, dus de Israëlieten, dat komt dus van de 12 stammen van Israël. Ja? Israël, dus het beloofde land. Dat Abraham, Isaac en Jacob als Joden worden aangeduid, is geheel onjuist. Het waren geen Joden, want het komt van de stam Juda. De stam Juda, daar komen de Joden uit voort. En dat zijn de stammen die nakomelingen zijn van Abraham. Nou, vanaf de 12 stammen van Israël zijn de mensen stambomen gaan noteren. Dat is ook wat we nu nog terug kunnen herleiden in de commerciële geschiedenis. Alle hoge leringen zijn bewaard gebleven bij het goddelijke volk die zijn godsvlam, het christusbewustzijn, nooit verloren heeft. Dit heb ik allemaal zelf even geschreven, want anders ben ik het helemaal kwijt om jullie dat in detail te vertellen. Abraham en Sarah, de verdraaiing in de huidige testament en Bijbel is echt te vreselijk voor woorden. De vervalsingen werden gecreëerd om nauwkeurige tijdrekeningen en geschiedenis te verhullen. Niet normaal meer. Abraham, het woord, betekent de vader van allen. Dus wat ik net zeg, Brahman en Abraham was het eigenlijk. En Sarah, zijn vrouw, kregen samen op een latere leeftijd een kind. Zoals ik jullie hiervoor al vertelde, konden mensen dus meer dan 1000 jaren oud worden. Hè? Want er was geen leeftijd. Er bestond geen leeftijd, er was geen tijd. Men is onsterfelijk. Nou,
Maar ja, het zijn halfgoden. Ze zijn een beetje afgedwaald. Nou, Jacob, ja, dat is dus de kleinzoon van Abraham. Die kreeg 12 zonen. Nou, en dat waren dus de 12 stammen van Israël. Uit de 12 zonen van Jacob kwamen 12 stammen voort. Het beloofde land waar Abraham het over had gehoord van God en Isaak. Zijn wens waar Abraham over had gehoord van God. Isaak, die zijn wens dus ging vervullen, werd zo opgedeeld dat iedere stam zijn eigen grondgebied kreeg. Dus Jacob, ja, de zoon van Isaak, bleek nogal buitensporig te zijn. Want net als zijn voorvader, Jacob, die bleek nogal buitensporig zijn geweest omdat hij slavinnen had. En hij hield het dus met zijn slavinnen. En daar heeft hij dus dat beloofde land en dat volk waar Abraham zo graag naar verlangde, heeft hij op die manier dus ja, kunnen bewerkstelligen, zeg maar. Dus de zoons van Jacob en Lea, dat waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. Ja, de zoons van Jacob en Bila, dus allemaal slavinnen, Dan en Naftali. De zoons van Jacob en Zilpa, Gad en Aser. De zoon van Jacob en Rachel, Jozef, Ephraim, Menasse, Benjamin. Nou, en Benjamin noemden ze ook de jongste zoon. En dat hebben ze nu nog steeds. Dat is een soort van woord tegen je zeggen. Als je een jong kind hebt, dan noemen ze het, ah, je hebt een Benjamin. Nou, en daar komt eigenlijk het woord Benjamin vandaan. Dus eigenlijk die stammen, ja, net als een stamboom, dat komt allemaal terug van dat je ja, een stam had. Waar je ondergebracht werd, waar je vanuit voortkwam. En met al jouw nakomelingen, dus die hele stamboom kan je dan teruglezen. Nou, 10 van die stammen van Israël, die hebben allemaal een grondgebied gekregen. Nou, dat kun je dus zien op deze plattegrond. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld Naftali hier bovenin. Aser, links ervan, Menasse, Issachar, Basan, Ephraim, Dan. Nou, Dan lag aan de rivier en dat lag naast de Filistijnen. Simeon, Juda, Gad, Ruben, Manasse. Nou, dat zijn eigenlijk de 10 stammen. En 2 ervan worden dus niet genoemd. Maar er zijn ook 2 van deze stammen. Dat is de stam Dan en de stam Juda. Die dus eigenlijk weer dat hele Canaanitische gebeuren eigenlijk zijn gaan voortzetten. En de rest is eigenlijk een beetje vermengd met het normale volk. En het is een beetje gaan verspreiden en het waren nomaden. En ja, die zijn eigenlijk hun boodschappen verder gaan geven. En ja, als het normale volk een beetje gaan leven, als de burgers. Nou, Dan en Juda, die zijn zich gaan infiltreren eigenlijk in alle hoge posities van de bevolking. Om mensen ja, te blijven misleiden en deze macht voor zichzelf te houden. Dus die zijn echt helemaal diep verder gegaan in dat hele Canaanitische ja, rituele gedoe. En zo zijn er natuurlijk nog meer aftakkingen ervan. Hè? Dus al die sectes die er nu allemaal zijn. En jongens, als ik jullie ga vertellen, echt waar, over die religies allemaal, hoe die zijn ontstaan. Nou ja, je hebt het nu al een beetje zo gezien. Ze zijn ontstaan doordat je je eigen godheid kwijt bent geraakt. En hebben ze hun eigen draai eraan gegeven. Ja, om de beste te zijn, om de eerste te zijn, om de uitverkorene te zijn. Of om macht te willen hebben, om te kunnen heersen, om een leger te kunnen bouwen, omdat mensen gewoon in staat zijn voor hun geloof, dus zelfs hun eigen kind of eigen vader of moeder op te offeren, ja. De stam Dan, al die stammen, die kun je ook nagaan, want Levi, hè, dus Levi's, het merk Levi's, dat komt van de stam Levi af, maar ook van de Levieten. En de Levieten, die deden vooral veel met, dat waren eigenlijk een soort van tempeliers, hè, want er waren nog steeds wel tempeliers, mensen die dus ja, de wijsheden moesten doorgeven. Wat er nog van waren, zuiver was, zeg maar. Later is dat gaan verbasten, want de Levieten hebben hunzelf als enige gemaakt. Hun waren de enige verbinding tussen God en de mens. Ja, dan zie je nu ook allemaal terug van het priesterschap, het Vaticaan, de paus. Dat zijn de enige verbindingen tussen God en de mens, ja. Dus die konden het helemaal naar hun hand zetten. En dat waren de enigegenen die dus meer wisten over God. En over de kracht en de energie en over de mensheid. Want ja, die hadden dat allemaal achter slot en grendel behouden. En dat is allemaal door moord en doodslag en door oorlog en zo hebben ze het allemaal voor zichzelf kunnen gaan houden. En zijn ze gaan optreden als de enige verbinding tussen God en de mens. En de normale mens zou dat niet kunnen. Daarom waren het ook bijna alleen maar mannen
Omdat ze natuurlijk op die manier dus de vrouwen konden misbruiken en prostitutie. En het hele woord trouwen is ook helemaal niet wat we eigenlijk denken. Want ook met die ring en zo en dat hele trouwen. Dat, weet je, trouwen doe je vanuit je hart en daar hoef je niet heel aan een ritueel van te doen zoals we het nu kennen in de kerk. Jongens, daar wil je later ook niks meer mee te maken hebben als ik jullie vertel waar het hele ritueel trouwen van vandaan is gekomen. Want het moet eigenlijk iets prachtigs zijn. Ja, ik bedoel, toen ik trouwde met mijn man vond ik het echt fantastisch. Ik vond het echt wel heel prachtig. Het was iets bijzonders. Maar als ik nu weet aan wat voor ritueel ik eigenlijk heb deelgenomen. Dat ik denk, oh my god, hadden we ook op onze manier kunnen doen. Zonder dit soort rare fratsen. Ja. De stam dan is langs de Donau gaan wonen. En daar komt eigenlijk ook het woord de Donau vandaan. Daar is de stam, of daar is de Donau naar vernoemd, aan de stam Dan, de Danube. En die is zich daar gaan settelen. Stam Juda, daar komen de Joden uit voort. En dat is eigenlijk allemaal ontstaan naar Mozes. Nou, de stam Dan en Juda, dat zijn de meest afgeweken stammen. Die dus, ja, dat lees je ook in de meest van het Verre Oosten terug. Waar dus de meeste misleiding weer is doorgevoerd over de rest van de wereld, zeg maar. En de stam Dan heeft zich ook, zeg maar, daar, ja, dat zijn nu eigenlijk de mensen van het Germaanse Rijk vooral. Want die hebben dus zich vooral veel hier in het Germaanse, ja, of hier eigenlijk veel in het Westen zijn ze zich gaan begeven. Dus de Denen, de Jutten, de Pikken, dat zijn eigenlijk allemaal afstammelingen van ja, de stam Dan. En de druïden komen er ook weer uit voort. De Anglische, dus ja, het Anglische volk wat Engels is. De Britten, de eigenlijk het hele Germaanse Rijk zijn afstammelingen van de stam Dan. En daarom heerst het hier ook heel erg. Kijk, tuurlijk is het later allemaal vermengd, hè jongens. Wat er nu allemaal over is, zijn natuurlijk allemaal import. We komen overal vandaan. En nogmaals, we zijn nog steeds het ras van het licht. Ja, het ras, een lichtbundel, een lichtstraal. We zijn dus allemaal nog steeds God. En later is het natuurlijk allemaal vermengd en is er een heel toestand van gekomen en zijn we in hypnose beland. In het begin werden de landen bestuurd door rechters of de priesters, wat nog enigszins vrede kende. Ja? Die hun wijze lessen voortgaven van de spiritualiteit die er nog van over was. Totdat het volk om een koning vroeg. Eén aangewezen persoon die het maar allemaal moest oplossen voor de ander. Ja, er waren toen eerst nog geen koningen. Keizers en dat soort dingen, dat bestond allemaal niet. En pas toen de stammen groter werden en dat mensen dachten van ja, weet je, we hebben nu eigenlijk wel iemand nodig. Een leider die het allemaal op zich nam. Dat noemden ze eigenlijk ook. Nimrod was dan de eerste koning. En dat is wat later gekomen. Dat is een kleinzoon van Cham. En die vermoordde alles en iedereen. Nou, en ze hadden eigenlijk behoefte aan een wijze leider. Dus ze gingen stemmen. Hè? Daarom stemmen we nu nog steeds. Daarom geven we ook onze stem letterlijk weg. Dus eigenlijk onze eigen godheid, onze eigen stem, geven we aan één persoon. En ja, ik heet nu zelf geen Delilah meer. Jij bent nu Delilah van de voortaan. Of ik ben geen god meer. Jij bent nu god. En jij lost het nu allemaal maar op. En ik weet niet wie ik ben. Nou, zo is het eigenlijk gegaan. Dus aan één persoon hebben ze gekozen. En dat was koning Saul in Israël. En toen kwam David. En David heb je ook wel eens. David die vocht tegen de reuzen. Hè? Want dat was eigenlijk Nimrod en dat soort gebeuren, die reuzen. En daar komen dan ook weer de nymfen vandaan. En de nymphilissen, weet ik het veel, wat allemaal. Maar goed, om het nog een beetje duidelijk te houden voor jullie. Heb je David, die vocht dus tegen de reuzen. En dat was eigenlijk geen afstammeling van Saul en Salomon. Want dat is ook later een koning geworden. Een hele liefdevolle koning, een hele goede koning, Salomon. En die wilde eigenlijk geen koning zijn, maar die werd gewoon gekroond als koning. Omdat hij gekozen werd door het volk. En dat was dus de zoon van David, Salomon. Nou, David die vocht dus tegen de reuzen. En dat zag Saul. En dat vond hij zo een krachtig mens. Want het was eigenlijk een hele jonge herder. Dat was een jonge man. En die nam het op tegen de grote reuzen. En die versloeg hem. En toen vonden ze dat hij koning moest zijn. Dus daar komen dat soort verhalen allemaal vandaan. Dan heb je Salomon die...
ja, hè, met zijn 1000 vrouwen, zoals het wordt genoemd. Maar in die tijd werd een vrouw een talent genoemd. Dus zijn 1000 talenten was het eigenlijk. Hij had 1000 talenten gekregen omdat hij de wijsheid en de liefde wilde ontvangen van echte goddelijkheid. Dus hij wilde helemaal in zijn Christus gaan leven en wilde alleen maar goeds doen voor de mensheid. En ze zeggen ook in de meesten van het Verre Oosten dat hij ook niet, dat hij later is vervallen geraakt toch in de misleiding van de levieten. Met de profetie is hij toch een beetje in misleid en dus ook de dood heeft gezien en niet de goddelijke eigenschappen, dus zeg maar het onsterfelijke heeft kunnen ontwikkelen, omdat hij toch in verval is gekomen. Nou, even kijken hoor, om jullie dat nog eventjes allemaal duidelijk te maken. Salomon met zijn 1000 talenten, wat ze in de Bijbel hebben verdraaid als zijn 1000 vrouwen. In die tijd stond een vrouw voor een talent. Salomon was geen gewone koning, geen heerser. Hij was een wijze raadsheer die mensen liefde en wijsheid wilde verschaffen. Hij is helaas later ten val gekomen voor de vervalsingen van de Bijbel. Het land werd later opgedeeld toen koning Salomon dood was of verlichting heeft bereikt. In ieder geval weg was, werd het land opgedeeld. Het land opgedeeld, de stammen Juda, Simeon en Benjamin, samen met de Levieten die de tempeldienst verrichten, werden de Judeërs genoemd. Die voegden zich samen en later werden ze de Joden genoemd. Maar dat is nog voor de tijd dat ze dus naar Egypte gingen. Want die stammen die kregen dus ruzie onderling, althans met de buurtgenoten. Dus hun buurlanden. Stam Dan die vocht heel erg met de Filistijnen. En een stuk van stam Dan wordt ook in de Bijbel genoemd. Er wordt niet heel veel over de stam Dan verteld. Misschien hebben ze dat eruit gehaald. Dus dat verborgen is gebleven. Want er wordt namelijk gezegd. De stam Dan waarvan de stamvader de oudste zoon van Jacob Dan heette, was altijd aan het oorlog voeren. De stam Dan was slim en slinks, net als een slang, en viel van achteren aan. En er werd heel weinig verteld in de Bijbel over de stam Dan. Wellicht hebben ze dat eruit gehaald, omdat dat toch het kannibalisme en alles voort heeft gezet. Dat weten we niet, maar in ieder geval, dit staat er over de stam Dan. Dan is een slang op de weg, een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hielen en zijn bijrijder komt ten val. Op uw hulp hoop ik, Heer. Zij zijn de grondstichters van deze matrix en zouden de mensheid beletten op hun voorschreden naar verlichting.
Dus dat wordt er eigenlijk verteld over Stam Dan. Nou, zoals ik net al vertelde, Stam Dan werden dus later de Dienen, de Jutten en de Picten. Dus toen die landen dus in oorlog waren, of in ieder geval die stammen met hun buurtlanden in oorlog waren. Dus Dan die was in oorlog met de Filistijnen. Daar komt het woord dus ook van voort van ga naar de Filistijnen. Of nou lekker hè, het hele huis in de Filistijnen of zo. Dat komt omdat die Filistijnen erg gewelddadig waren. En de stam Dan waren wel de talrijkste, hadden de meeste stamleden eigenlijk. Maar ze konden de Filistijnen niet aan. Dus die zijn zich allemaal gaan terugtrekken en toen zijn ze gaan verhuizen naar Egypte. Nou, en Egypte was eigenlijk ook weer een soort van aanvoerder van de Kanaanieten. En daar is het ook weer natuurlijk helemaal misgegaan. Want daar kwamen dus de farao's. En ja, dan zie je dus ook weer met alle geschriften, want er waren al veel langere en veel oudere talen en geschriften. En ja, we hebben het natuurlijk allemaal ook over het land van Mu gehad. En pas toen het land, zeg maar, Pangea uit elkaar viel, toen was er nog een heel groot continent over en dat noemden ze Mu. Het land is heeft natuurlijk ook nog bestaan, maar dat was nog... Ja, dat was voor die tijd. Ik denk dat het rond die tijd van Noach was. Ik denk dat het nog niet zo heel lang geleden is dat dat is gezonken, deze continenten. Maar ja, dat is zich natuurlijk allemaal gaan vermengen. En de hiërogliefen, daar komt dus ons alfabet nu vandaan. En de piramides, die zijn er eigenlijk door het Arische volk, die ook de goddelijke geschriften eigenlijk allemaal nog heel goed hebben bewaard, waar ze niet bij konden. Dus dat ligt allemaal nog ergens in een verborgen grot of iets dergelijks. Maar die hebben ze dus niet kunnen pikken. Ja, die bijzondere geschriften over ons goddelijkheid. Zodat we het helemaal niet meer kunnen kwijt. Hè? Dat ze het niet meer kunnen kwijtraken. Dat we niet helemaal in verval terechtkomen. Die hebben dus ook 12 bijbels. Hè? Want ze noemen iets een bijbel wat veel waarde heeft. En wat heel veel wijze geschriften heeft. Dus 12 bijbels hebben ze toen in de piramide uitgehakt, zodat het woord God nooit verloren kan gaan. En dat is natuurlijk een fantastisch iets. Daarom bestaan die piramides ook nog steeds. En die piramides staan symbool voor de wijsheid. En niet de piramide zoals de Illuminati ervan gemaakt heeft. Ja, die hebben er weer een heel ander ding van gemaakt. Dat ga ik jullie ook straks nog laten zien. Maar in de piramide staat zo vaak het woord God, dat het zo'n gigantische trillingsfrequentie heeft, dat er zelf wordt beweerd, kan ik niet bewijzen, maar er wordt gezegd dat als een vliegtuig over een piramide heen vliegt, dat het zoveel kracht heeft dat een radar dan niet meer goed werkt en daarom moeten ze om de piramides heen vliegen. Of het waar is, weet ik niet. Maar dat wordt gezegd. En ja, zoals we weten zijn de piramides natuurlijk ook op die sterren helemaal gebouwd. Is het helemaal mathematisch helemaal in elkaar gezet. En ja, daar staan dus die 12 bijbels in uitgehakt. En de hiërogliefen is dus een voorloper van ons huidige alfabet. Nou, nu weten jullie een beetje over de 12 stammen van Israël, hoe dat is gegaan. Dus ze zijn dus later naar Egypte gegaan. Nou, daar werden ze dus later gevangen genomen. Nou kennen we het verhaal van Mozes allemaal. Dus er is iemand die dus verlichting heeft bereikt. En dat was Mozes. En ja, er moest ook iemand komen. Dat staat ook in de meeste van het Verre Oosten. Er moest iemand komen, want de mensheid was zo in verval geraakt dat ze eigenlijk bang waren voor onze planeet, dat die exploderen ging. Want anders kwam het echt niet meer goed gewoon met deze planeet, met al hun negatieve energie. Dus er moest weer iemand opstaan die het ging vertellen dat we het licht zijn en dat we weer terug moesten keren naar huis. En dat is eigenlijk ook het beloofde land. Hè? Je komt weer terug naar huis. Jouw lichaam is een tempel. En dat is niet zoals we dat nu in de huidige wereld een kerk van hebben gemaakt. Een kerk was niet een kerk zoals we nu een kerk zien. Het waren tempels om eigenlijk te kunnen filosoferen. En niet omdat we een leider nodig hadden. Of omdat we misleid wilden worden. Of we dingen over God wilden weten. Want dat wisten we allemaal zelf. We waren onze eigen macht. Onze eigen meesterschap, maar we wilden gewoon wijze raad en we wilden daarover filosoferen, brainstormen om nog wat mooiere dingen te kunnen komen en te kunnen ontwikkelen. En dat was niet alleen maar weggelegd voor één persoon, dat was voor iedereen, want we waren allemaal deze goddelijkheid. David hadden we, en daar komt ook de Davidster vandaan.
van het Jodendom. Dus later zijn ze dus bevrijd door Mozes, zijn ze teruggegaan weer naar het beloofde land Israël. Wat eerst nog van de Canaanieten was. Nou, dan zag je natuurlijk dat al die vereringen en weet ik het allemaal, dat zat er nog steeds met die Baal en die Moloch. Dat is niet weggegaan tot de dag van vandaag niet. En dan had je ook nog de Saturnanieten. Saturnanieten, geloof ik. Nou, die aanbeden Saturn. Heeft ook allemaal met de duivel te maken en Baal. En ja, de Black Box wordt het ook wel eens genoemd. Dat is ook weer zo'n symbool ervan. Maar de Davidster, dat is dus van de Joden. Het land werd later opgedeeld toen koning Salomon dood was. Of verlichting heeft bereikt. In ieder geval, hij was er niet meer. De stammen Juda, Simeon en Benjamin zijn zich samen gaan voegen met de Levieten. En de Levieten waren dus de tempeldienstfiguren. Die de tempeldienst verrichten. De Judeërs, die werden dus later met z'n allen de Judeërs genoemd. Die voegden zich samen en later werden ze de Joden genoemd. Juda is de koning van David gaan volgen. Daaruit komt dus het symbool de Davidster, wat pas veel later is gekomen. Ja, en natuurlijk over dat wanneer hij geboren is, ja, daar zijn heel veel meningen over verschillend. Want ja, als we nu dus zien dat we kerstmis vieren wat helemaal niets met Jezus te maken heeft gehad. Want Jezus is ergens in het najaar geboren, in de herfst. En we vieren natuurlijk iets met kerst. Jongens, dat ga ik jullie nog uitleggen, want het is echt bizar voor woorden. Maar de Joden spreken meer over Mozes in hun testament dan over Jezus. De stam Dan en Juda zijn zich gaan infiltreren in alle hoge posities van de bevolking om macht te krijgen. Het zijn de grote misleiders geweest van deze gehele matrix. Wij hebben dit voor de naïviteit en onwetendheid toegelaten. Net zoveel mensen nu naïef zijn en maar alles laten gebeuren. En natuurlijk het kannibalisme, daarvoor was het natuurlijk al mis. Daaruit zijn ze landen gaan veroveren, is Egypte en alle grote continenten met een hoogstaande beschaving ten val gekomen. Het verhaal van Mozes die het licht zag en zijn volk wilde bevrijden en de universele mensenrechten en wetten kleitabletten heeft opgeschreven. Hij heeft dus die kleitablet opgeschreven met de universele mensenrechten. Ja, de 10 geboden zoals we die kennen. Het is wel te begrijpen waarom de Joden altijd gehaat werden, omdat zij medestichters waren van het grote misleiden. Maar dan heb ik het over de wortel van deze misleiding. De mensen die het Jodendom nu volgen, huidig ten dagen, is geen DNA Jood meer waardig. Er zit geen puur Joods DNA meer in wie nog wel. En ja, in wie nog wel. Er zit geen puur DNA meer in het Joods volk. Volgens mij is er nog maar 3/4, volgens mij nog iets van echt Joods, wat in de Joden zitten. Het is natuurlijk allemaal vermenging, allemaal vermenging gewoon. En dat is met alle volkeren, zoals we nu kennen, ik noem het maar volkeren, want rassen zijn gewoon allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal lichtstralen. Maar de volkeren zijn zich natuurlijk allemaal wereldwijd gaan vermengen. Er is helemaal geen oorspronkelijk DNA meer van een of andere stam iets achters. Ik hoop dat ik jullie nu genoeg inzicht heb gegeven over de 12 stammen van Israël en hoe die hele... ja, die stamboom loopt. En dan ga ik door met de volgende podcast. Nou, ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Doei!